Vandaag is de laatste dag van onze 40 dagen Bijbelse symbolen. In de Goede Week komen wij met nog 7 symbolen. U kunt uw suggesties en opmerkingen naar ons sturen via WhatsApp of via e-mail die aan het eind van de video wordt aangegeven. Beste mensen, vandaag is Palmzondag. Het begin van het Goede Week. Het is een bijzondere week van verdriet naar vreugde. En vandaag heb ik het woord palm voor jullie. Het woord palm of palmboom komt 42 keer voor in de Bijbel. In het Hebreeuws betekent het woord tamar, dadelboom of palmboom. De palmboom is een teken van zegen, vruchtbaarheid en leven te midden van woestenij. Palmstad. De palmboom is een van de oudste vruchtbomen in Israël en had daarom een belangrijke plaats in de landbouw en het culturele leven. In Deuteronomium wordt vermeld dat Jericho een palmstad was wegens de vele palmen daar. Loofhuttenfeest. Palmtakken werden gebruikt als vruchtenbetoon. Op het loofhuttenfeest woonden de Joden in loofhutten op de platte dakken van hun huizen. Herinnering aan hun zervers bestaan van eertijds op weg naar het beloofde land. Op de eerste dag van dat feest was het hen bevolen palmtakken te nemen met takken van andere bomen en zich te verheugen voor God. Deborah onder de palm. De rechter en de profetes Deborah zat onder de palmboom. Dat was haar werkplek. Er kwamen verschillende mensen met hun klachten. Rechtwaardige mens als palmboom. Een goede mens wordt met een palmboom vergeleken, omdat de palmboom diep kan wortelen op zoek naar water. En dit is het beeld van de gelovige met geestelijk diepe wortels, uitgestrekt naar het water van Gods woord. Die mens zal, ook oud geworden, vruchten dragen om de heilsbron te verkondigen. Alleen door Gods genade en kracht kan Gods kind een vruchtbare palmboom zijn. Kenmerkend door een geestelijke oase in de vruchteloze dorheid van deze wereld. Palmboom als kunstwerk. Omdat palmbomen een essentiële rol spelen in de culturele en natuurlijke omgeving van de woestijn, worden zij op de muren in de tempel geschilderd. In het Oude Testament komt het vaak voor dat afbeeldingen van palmbomen als kunstwerken worden gebruikt. Palmzondag. Op Palmzondag gedenkt de kerk die bijzondere feestdag in Jeruzalem, toen Jezus een massale toejuiching kreeg als de koning van Israël. En toen hij op een ezel de stad kwam binnenrijden en de mensen hem met palmtakken juichend tegemoet liepen.
De palmtakken die hier genoemd worden zijn een teken van de overwinning die de mensen Messias Jezus toekennen. Laat ons bidden. Palmtakken, takken die altijd groen blijven, herinneren ons aan een koning die het leven koos en niet de dood. Die velen leven gaf, toen dood hun toekomst was. Palmtakken, ze herinneren ons aan de levenswijze van Jezus van Nazareth. Een levenswijze waarin het leven belangrijker was dan de letters van wet en traditie. Zegen de palmen en zegen ons die deze zondag de palmen meenemen naar huis. Zegen allen die daadwerkelijk in dit teken van leven en vrede willen geloven. Zegen hen waar ook ter wereld. Amen.